Goeiedag, het is vandaag vrijdag 24 februari 2023. En voor de zuiderlingen in Nederland die op vakantie zijn, zal dit wellicht het laatste dag zijn. En vanaf vandaag en morgen begroeten we ook weer midden- en Noord-Nederland. Om ook weer wellicht weer een weekje te gaan skiën in Oostenrijk. Nou, wij zijn in Kirchberg, zoals jullie kunnen zien. Kijk, we zijn bij de Fleckalmbaan op zo'n 1800 meter hoog. En we gaan eventjes een klein rondje maken. En bovenaan de Steinbergkogel kun je altijd zien hoe groot het lawinegevaar is. Nou, niet hoog, want het staat namelijk op 1. Nou, hier staan we dus weer aan het einde van de Pengelstein 2. En hierachter daar gaat een hele mooie 3S-baan richting Jochberg. We kijken ook eens eventjes naar de bergen daar op de achtergrond. Dat is de hoofdkam met allemaal 3000ers. We staan hier bij de Hoogsaukaser lift. Een lift die niet altijd open is, maar wel een geweldige afdaling heeft. Dus die gaan we daar eens eventjes uitproberen. En daar hebben we de Große Rettenstein. Dat is een beetje het middelpunt is van de Kitzbüheler Alpen. De sneeuwkanonnen hier in het gebied van Kirchberg en Kitzbühel, ja, die zijn al aan de kant gezet, want er ligt natuurlijk genoeg sneeuw op de pistes. Het is een mooi wit lint wat hier naar beneden gaat. En dat is dus de afdaling. Maar ik voorspel jullie morgen. Is hier alles wit tot in de dalen. Dat was weer ons rondje hier in Kirchberg. We zijn opgestapt hier bij de Fleckalmbaan. En we zijn er ook weer retour gekomen. En de Dalfdaling, ja, naar omstandigheden ligt hij er zeker goed bij. Maar het wordt alleen maar beter, want vannacht gaat er sneeuw komen tot morgenochtend. Dus we gaan even kijken morgen hoeveel er gevallen is. Want wij houden wel weer van dat de dal weer helemaal wit is. En met deze beelden sluit ik af. En ik zeg maar weer de groeten uit Kirchberg in Tirol.